goedemorgen. Vandaag in Café Tinto. Aandacht voor de decemberactie van Family 7. Een bijzonder initiatief uit de Zwolse samenleving en Tamara uit Kaapstad. Mijn naam is Alina Bol. Leuk dat je een bakje meedoet. Fijn dat je kijkt naar een nieuwe Café Tinto. Met zoals altijd boeiende en inspirerende gasten. Vandaag drinken wij koffie met Dolf van de Vechten, Harry Wilbrink en Tamara Saceras. Allemaal hartelijk welkom hier in de studio. Dankjewel, Alina. Dolf, je bent een bekende, je bent de directeur van Family 7. En je hebt dit jaar, ben je heel vaak in het buitenland geweest. Ja, dat klopt. Hè? Family 7 in actie. Ja. Maar de december staat voor een andere actie. Ja, wat kom je vertellen? Dit jaar inderdaad veel bezig geweest voor Family 7 in actie. Allerlei organisaties. Ik kom net uit Soedan, Zuid-Soedan. Vluchtelingenkamp geweest. Dat Hoe was het daar? Ja, te erg voor woorden. Tent aan tent aan tent aan tent. En kinderen die ondervoed zijn. Gelukkig dat er een organisatie als MedAir is waar we mee opgetrokken hebben. En ja, dan gaan we in februari uitzenden, dus dat is nog eventjes... Mooie beelden geworden. Het is een prachtige serie geworden. Vier zaterdagavonden gaan we hele mooie documentaires laten zien. Dus daarvoor zaten we in Zuid-Afrika met Family 7 in actie. Dus ja, het is een druk jaar geweest. Maar ja, en je zegt het al, in december hebben we altijd een actie voor Family 7 zelf. En, vind je dat moeilijk? Om een actie houden voor nee, Family 7 zelf? Helemaal niet, want ik denk dat het goed is om gewoon bekend te maken wat je noden zijn. En dan van de Heer af te wachten wat hij ermee gaat doen. Dus we zijn er altijd heel relaxed in. En we zaaien heel veel voor andere organisaties en gewoon één keer per jaar voor onszelf. Mag dat ook, inderdaad. Ik heb daar geen moeite mee. Je gaat er straks meer over vertellen, ja. Dankjewel. Harry Wilbrink, jullie hebben iets heel bijzonders opgezet in Zwolle. Vertel eens. Ja, wij zijn bezig met het opzetten van The Gift City. En The Gift City, dat is een stichting waar arm en rijk, jong en oud, samenkomen. En waar mensen wat mogen ontvangen, waar mensen samenkomen. Waar ze een kop koffie kunnen drinken, een hapje kunnen eten. Maar bovenal dat mensen die soms een beperking hebben, soms niets te doen hebben of niet ergens een invulling kunnen vinden, dat zij iets kunnen betekenen voor een ander. Daar krijgen zij, verdienen zij een twinkel mee. We hebben een twinkelsysteem ontwikkeld. En met die twinkels... Kan je dat dan zien als een soort kringloopcentrum? Nee. Wij zijn geen concurrent van de kringloopwinkel. Wij krijgen met name goederen uit magazijnen. Ooit ben ik begonnen, mijn vader had altijd een gedachte die hij uitsprak. Hij leeft niet meer. Maar de graanschuren van de ongelovigen liggen vol ten gunste van de gelovigen. En dat is altijd in mijn gedachten gebleven. En ik kom met de commercie uit de aanbestedingswereld. En ik heb zoveel bedrijven mogen verbouwen. Mm-hmm. Ik heb gezien wat er allemaal in de magazijnen ligt. Wat daar wacht en wat niets meer gedaan wordt. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als dat maatschappelijk zou worden geschonken aan een ander. Dus nou hebben wij in dit hele systeem hebben wij dus ook een twinkelwinkel. En een talentenbureau. Dus mensen kunnen zich inschrijven, kunnen een klusje doen. En vervolgens kunnen ze daar twinkels voor krijgen. Nou, dat. Nou, je maakt ons nieuwsgierig. Straks meer. En Tamara, je bent eventjes in Nederland. Je woont in Kaapstad. Wat doe je daar? Wij zijn zendelingenkoppel. Ik zeg wij omdat ik dan getrouwd ben met mijn man. Die komt Diego, uit, hij is hier Diego. Ook bij, maar hij zit niet in de studio. Nee. Omdat er helaas geen tijd is om het te vertalen. Jij praat namens jullie. Ja, wij doen zendingswerk in Zuid-Afrika met Operatie Mobilisatie. En wij zitten daar op het Diaspora Hope project. En dus dat is heel mooi. Ja, en je bent eigenlijk alleen daar naartoe gegaan. Dat was dan in 2012. Ik ben daar alleen naartoe gegaan en daar heb ik een missiediscipelschapstraining gedaan in Pretoria. Ja, dat was en voor een half jaar. En daar heb je Diego ontmoet? Ja, daar heb ik hem ontmoet. Hoe is dat gegaan?
Liefde op het eerste gezicht? Nou, niet helemaal, want ik kwam, ik kwam daar gewoon echt voor God. Gewoon om meer te weten. Mijn wandel met God begon net. Mm-hmm. Dus ik was als een spons. Ik was gewoon alleen maar gefocust op de training. Ja. En wij waren gewoon 50 verschillende mensen uit verschillende landen. En je bent allemaal, je komt voor hetzelfde. Dus ik was daar totaal niet mee bezig op dat moment. Nee. En wanneer sprong de vonk over? Een paar dagen voordat ik wegging naar Nederland. Dus dat was echt een avontuur. Ja. Ja, zeker. Maar het is goed gekomen. Het is goed gekomen. En je gaat er straks alles over vertellen. Ja. Nogmaals, hartelijk welkom hier in de studio. Dank je wel. Voordat wij in gesprek gaan met onze gasten, kijken we eerst naar de actualiteit. Dat kan zijn een nieuwtje wat is opgevallen in de actualiteit. Maar het kan ook zijn uit de krant of van televisie. Of misschien wel uit een boek of uit jullie woonplaats. Harry, is jou iets opgevallen? Nou, wat mij natuurlijk in Zwolle is opgevallen en wat wij hebben meegemaakt. Dat is vorige week gebeurd dat daar een straatmuzikant helaas is doodgestoken en was een hele lieve broeder bij ons uit de kerk. Je uit de kende hem persoonlijk? Nou, het is een groep mensen die regelmatig bij ons in de kerk komt. Dus persoonlijk niet, maar ze komen heel regelmatig. Mm-hmm. Dus dat was zeer ingrijpend. En we zijn gewoon heel dankbaar dat we toch ook deze familie en deze mensen afgelopen zondag ook in de kerk waren ze gelukkig aanwezig. Zaterdagavond een stille tocht gehad. En ze hebben ook zondagmorgen warm ontvangen en condolences in ontvangst mogen nemen. Maar het was gewoon heel ingrijpend. Hele lieve man. Want de reden weet niemand. Nee. Het is gewoon vreselijk. Vreselijk, maar dat toch, zomaar kan. Wij hopen dat deze broeder een warm getuigenis nalaat. Want hij stond bekend als een hele warme, vriendelijke muzikant. En dat hij dat het getuigenis mag blijven klinken. Dat hopen wij. Zeker. Dankjewel. Dolf, is jou iets opgevallen in het nieuws? Nee, er was geen nieuws vandaag. Nee. Nee, maar ik zag vanmorgen bij ons... Hoe is het in Apeldoorn? Hoe is de toestand met het gas? Oh, dat gas. Ja, dat is een andere wijk. Dus daar maak ik niet zoveel van mee. Nee, je kent geen mensen die daar wonen. Maar ik zag wat van in de krant staan. Dat mensen inderdaad een poosje in de kou zitten. En niet voor de eerste keer. Maar ik weet niet precies hoe het daarmee gaat. Okay. Maar ik zag een stuk in de krant staan over kerststress. En je dacht, hé, wat is dat nu weer? En dan blijkt dus dat mensen blijkbaar in december altijd kerststress moeten hebben. Omdat er allerlei dingen nog klaar moeten voor de kerst. En ook op het werk en noem maar op. En ik dacht van ja, het kan toch niet waar wezen, weet je wel? Als je de vrede van God hebt, hoef je nooit kerststress te hebben. Jij kent het niet? Nee, ik doe niet aan mee. Jullie? Heb jij last van kerststress? Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben hier echt naartoe gekomen met... ik dacht, oh, lekker kerst met familie en vrienden. Heerlijk om zo even dan 3 weken thuis te zijn. Heerlijk. Nee, daar komt geen stress bij. Nee. Dat is gewoon puur genieten. Nee. Ja. Arie, jij? Nou, wij zijn wel een beetje druk. Maar dat heeft te maken dat ons restaurant al open gaat. En wij graag daar de senioren uit de gemeente een warme kerstdienst willen aanbieden en wat andere activiteiten. Dus we zijn er wel erg druk mee, maar tegelijkertijd is het ook genieten bovenal. Ja. En dankbaar voor alles wat ons overkomt. Ja. Maar die kerststress, dat is ook in de supermarkten zo. Hè? Als je dan een dag voor kerst in de supermarkt komt, dan is het net of de wereld ophoudt te bestaan. Iedereen is maar aan het rennen en aan het vliegen. En dat is kerststress. Ja, dan zou ik zeggen, ga een weekje met mij mee naar Zuid-Sudan. Ja. Naar zo'n vluchtelingenkamp. En dan ben je daar gelijk vanaf. Ga je anders tegen het leven aankijken, ja. Tegen alles. Ja. Zou eigenlijk iedereen een keer moeten doen. Ja. Ja, ik ga het heel team ook meenemen hier. Ja, dat is een goede ervaring. Okay. Dus, nou, leuk. Tamara, is jou iets opgevallen? Ja, voor mij is het natuurlijk, ik kom net uit Zuid-Afrika. Dus dat is misschien net even een andere belichting. Maar, wanneer ben je hier aangekomen? Vorige week donderdagmiddag. Oké. Ja. Dus pas, ja. Dus en ik was een artikel aan het lezen. En dat is dan eventjes heel anders als wat ik hier zo hoor. Maar dat ging dan over zendelingen die dan in het missieveld zijn. En dat ging erover, waar is je thuis? En dat pakte mij zo erg. Want ik dacht echt, als ik in Zuid-Afrika ben, dan denk ik aan
dan is je hart toch ook wel weer hier, zeg maar, in Nederland. En dan denk je op sommige momenten, dat is mijn thuis. Daar zijn mijn vrienden, mijn familie. Maar als je dan je missieveld verlaat om dan naar je thuis toe te gaan, dan denk je van, ja, ik verlaat wel mijn huis. Want ik heb daar mijn huisje en ik huur natuurlijk wat. En ja, je doet daar je eigen was en je kookt. En je bent daar toch wel iets aan het opbouwen of opbouwen. Je leeft daar natuurlijk. Dus dan denk je wel van, ja, wat is eigenlijk mijn thuis? Als zendeling voel je, denk je toch altijd aan het andere land als waar je dan op dat moment bent. En dat greep me wel heel erg, ja. Ja. En wat vind jij nu je thuis? Wat denk je? Ik moet Zuid-Afrika als mijn thuis zien. Ja, dat ik denk, als ik er nu zo echt over nadenk, dan is Zuid-Afrika op dit moment mijn thuis. Omdat ik daar gewoon echt woon en werk en ja. Dus en vind je het fijn om weer even lekker thuis te zijn? Ja, tuurlijk. Om hier bij je familie. Ja, geweldig. Ja, dat is gewoon een cadeautje. Echt, ja. Dat vind ik heel fijn. Leuk. Ja. Is jou thuis ook iets opgevallen in het nieuws dat je met ons wilt delen? Stuur een mailtje naar cafetinto@family7.nl. Dan gaan we nu in gesprek met Dolf van der Vechten. Dolf is directeur van Family 7 en hij is hier om iets te vertellen over de decemberactie. Maar eerst willen we weten, wie is Dolf? Dus ik heb een aantal tegenstellingen voor je. Oh ja, dat is altijd leuk, hè? Espresso of cappuccino? Cappuccino. Tuinieren of schoonmaken? Tuinieren. Presenteren of een middagje oppassen op de kleinkinderen? Middagje oppassen op de kleinkinderen. Wijntje of biertje? Wijntje. Afrika of Amerika? Dan toch Amerika. Gebakje of toastje brie? Gebakje. Oude of Nieuwe Testament? Nieuwe Testament. Kerkdienst of gospelconcert? Dan toch maar kerkdienst. Family 7 of EO? Family 7 natuurlijk. Directeur zijn of documentaire maken? Op dit moment directeur zijn en af en toe documentaire maken. Kijk, dus dan heb je toch een geweldig leven. Hoe ben je er zo toe om gekomen om Family 7 op te richten? Ik denk dat heel veel kijkers thuis dat zouden willen weten. Nou, ik heb dat verhaal natuurlijk wel eens vaker verteld. Mm-hmm. De nieuwe kijkers? Ja, nieuwe kijkers. Want als de mensen ons magazine krijgen, dan staat het in deze maand helemaal in verwoord. Dus als mensen ons magazine nog niet krijgen, moeten ze zeker even aanmelden via de website www.family7.nl. Maak maar gelijk even reclame. Ja, zeker, doen. Maar het was denk ik 1992 dat ik voor Jeugd met Opdracht, eigenlijk door Jeugd met Opdracht werd uitgedaagd om in Barcelona te komen helpen bij de Olympische Spelen, bij de outreaches. En ik deed toen heel veel in gospelmuziek. Want daar waarschijnlijk ook die vraag die daarbij stond. Voor mij is dat een brug geworden om de overheid waar ik toen werkte als ontvanger der domeinen. Een prachtige titel, een mooi kantoor wat ik leidde, om daar afscheid van te nemen. Je werkte bij het ministerie? Ik werk bij het ministerie van Financiën. En God riep mij voor andere dingen. Tijd was over en het werd gewoon in plaats van in de dienst van de koning der Nederlanden nu, toen nog de koningin der Nederlanden, in dienst van de koning der koningen. Dus promotie gemaakt, hè? ik heb mijn baan opgezegd en ben naar Barcelona gegaan, heb daar 3 maanden in de outreaches meegewerkt. Toen kwam ik terug en toen zei ik, heer, wat ga ik dan nu doen? Want ik wist het echt niet. Het had een leuke beachministry op Hawaii kunnen zijn. Ik had ook in Zuid-Afrika kunnen zijn, want daar was ik al een paar keer geweest. Prachtig land. Met muzikanten toen, of in Azië. Ik wist echt niet wat... Eigenlijk wilden wij een bijbelschool voor muzikanten opzetten, want we vonden dat dat nodig was. De heer had andere plannen, dus andere dat kwam helemaal niet van de grond. En uiteindelijk ben ik toch via muziek in televisie terechtkomen. Want er was een producent en die zei van, joh, ik moet een kinderprogramma maken waar muzikanten bij moeten. Jij kent alle muzikanten in Nederland. En zo ben ik in televisie terechtgekomen.
En je maakte ook programma's. Dat was de pilot, het zeg maar, proefprogramma voor Prins en Prinsessen, wat we later 100 afleveringen van hebben gemaakt. Met Ben Ketting. Met Ben Ketting. Ik was altijd manager van Ben. En ja, Ben was een van de presentatoren die we gescreend hebben. Hij kwam daar ook als beste uit. Dus Ben en ik zijn daarna met Prins en Prinsessen weer vrolijk doorgegaan met muziek en televisie dan. Dus zo ben ik eigenlijk in televisie terechtgekomen. En ik herinner me, dat was eigenlijk in, denk ik, in 1996 of zo, dat ik aan het produceren was met een programma. En ik liep door de gangen van de EO. En opeens realiseerde ik mij dat als ik in het buitenland was, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, dan werd ik door de mensen van toen programma's als Kospolok op radio, NCV Radio was dat toen nog op radio 3. EO had een Kospolprogramma op 3. Dat muziek, gospelmuziek, christelijke muziek, eigenlijk op mainstream radio, dus op radio 3, gewoon niet meer te vinden was. Dat het gewoon weg was. Ja. En toen vroeg ik de heer van, heer, als dit nou op radio gebeurt, 1996, hè, was er helemaal geen sprake van. Als dit nou met radio gebeurt, gaat dat dan ook met televisie gebeuren? En de heer bevestigde in mijn hart dat het ook met tv zou gebeuren. Nou, we leven nu in 2014. En we zien gewoon dat ja, dat de overheid eigenlijk gewoon zegt, ja, het geloof hoort achter de voordeur. En we zien dus dat de EO helaas steeds minder ruimte krijgt om primetime met evangelie kanten klip en klaar op tv te brengen. En netmanagers die alles bepalend dingen aan de kant schuiven of zeggen van het einde van de avond enzovoorts. Dat wist ik in 96 natuurlijk niet, maar de heer zei wel dat het zou gebeuren. En toen ben ik dus rustig rond gaan kijken. Nou, zullen er mensen thuis denken van, hoe hoor je dan Gods stem? Nou, ik had hem die vraag gesteld en ergens, ja, de Heilige Geest die in jou woont, die geeft jou daar bevestigingen over. Ja, dat kan door het lezen van Gods woord of door gewoon de stille stem die je in jezelf hoort, omdat de Geest daar woont. Ja, dan weet je dat je weet, dat je weet, dat je weet. Ik kan dat niet uitleggen, maar ergens weet je dat gewoon. Dus dan zijn er heel veel mensen om je heen die zeggen, die verklaren je dan vervolgens voor gek. Maar dat geeft niet, want ik wist gewoon dat ik dat moest doen. Dus ik ben gaan aan het onderzoeken. Nou, dat heeft 10 jaar geduurd. Ondertussen moest ik natuurlijk alles leren over televisie. Dus ik heb een prachtige school gehad bij de EO. Als buitenproducent werkte ik. Ik was niet op de loonlijst van de EO. Maar ik deed producties vanuit mijn eigen bedrijf. En ja, ik kon gewoon alles leren. Documentaire maken, grote shows zoals Prins en Prinsessen. En ik moest het allemaal doormaken, want ja, ik moest eigenlijk vanaf nul beginnen. Hoewel ik manager was bij de overheid, ja, zag ik gewoon dat ik als een jongste bediende gewoon weer producties moest leren maken enzovoort. Dus, maar het prachtig proces geweest. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. We hadden toen stichting ETV, Evangelical Television, dachten wij in die tijd. Maar kabelaars die zaten daar niet op te wachten. Daar heb ik de indruk hoor, van de gesprekken die we toen in die tijd hadden. Dat ja, een evangelische zender, we hebben de EO. Dat hoorde ik ook altijd bij die programmaraden. Van, we hebben toch de EO al, wat moeten we dan? Ik zei, ja jongens, maar sinds wanneer mogen jullie dan discrimineren? Ja, hoe bedoel je discrimineren? Nou, als je zegt, we hebben de EO al, we hebben de NCV, maar we hebben ook de AVRO, de TROS, de VARA, noem ze maar op. En we hebben RTL, we hebben SBS enzovoorts. Dus er kunnen gewoon veel meer christelijke zenders bij. Waarom niet? Waarom zouden we onszelf beperken tot 1 EO of 1 NCV? Dus, nou goed, dus dat is een andere discussie. Maar uiteindelijk met die ETV kwamen we niet op de kabel. En toen zei mijn vrouw, die zei van, ja, eigenlijk heb je een paard van Troje nodig om binnen te komen. En toen zei ik, nou, dan weet ik denk wel wat het is. Want dan gaan we een familiezender opzetten, een scholenzender, zonder onnodig geweld, zonder slecht taalgebruik, grof taalgebruik en zonder seksuele uitspattingen. Dus een scholenzender, gebaseerd op christelijke grondslag. En zo presenteren we dat in de kabel. En uiteindelijk is dat gaan landen bij kabelaars. En was het nog een hele strijd. Want we waren op de kabel uiteindelijk. En toen werden we er weer afgegooid toen de publieke omroep met 17 themakanalen binnenkwam. Toen had de kabel weer ruimte nodig, kon Family 7 weer gaan. Toen zijn we ook met internet-tv begonnen. Nou, uiteindelijk, weet je wel, God is wijsheid in alles. En hij bouwt zoals hij bouwt. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen. Dat hij gewoon de tempo bepaalt. Want als ik dat had moeten doen, waren we al veel verder geweest. Maar dan waren we ook alweer veel meer gesnoeid geworden enzovoort. Dus, ja, ik ben blij dat het gegaan is zoals het gegaan is. En we zijn nu een zender die zeg maar bijna op bij alle kabelaars en alle aanbieders van televisie te vinden zijn. Dat is bijzonder.
Dat is al heel bijzonder. Dat is mooi. En we moeten gewoon nu gewoon verder groeien. We moeten gewoon de volgende stappen maken en gewoon doorgroeien. Zodat we een verschil kunnen maken in de samenleving. Want ik vind dat als we dat niet zouden kunnen, als we als Family 7 niet te zien zijn of als mensen ons niet zien. Vandaar die 7, want ik wilde eigenlijk gewoon op nummer 7 staan. Dat moet ook gewoon een keer gebeuren. Maar dan maak je ook geen verschil. Wij willen zoutend zout, lichtend licht zijn als christenen in deze samenleving. Dus moeten ook te zien zijn. Dat is niet van één keer, want we hebben steeds gezegd van planten een mosterdzaadje. Ik geloof dat, jij werkt voor operatie mobilisatie. Nou, jullie organisatie is ook niet gelijk zo begonnen. Nee. Een sinaasappel is ook niet gelijk een sinaasappel. Het begint met een zaadje. En dat is het werk van God. Hij plant een zaadje. En het bestaat nu 10 jaar. Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden. Ja, want dat zaadje dat groeit gewoon door. Hoe zie je het Family 7 over 10 jaar? Nou, over 10 jaar dan denk ik dat we... laat ik zeggen, dan hoop ik dat we tussen de Nederlandse zenders staan. Het punt is dat, zeg maar, de buitenwereld wil je altijd op een thema opplakken. Dus wij zijn een themazender voor velen. Maar wij vinden wel een Nederlandse zender zijn. We hebben een licentie als Nederlandse zender. Over 10 jaar wil ik gewoon nieuws hebben. Ja, dat wil ik nu eigenlijk al. Maar goed, dat kost veel redactie, dat kost veel geld. Dat kost heel veel. Die middelen hebben we niet. De EO die krijgt, hoewel ze flink bekort worden, nog steeds miljoenen van de overheid om de dingen te doen die ze moeten doen. En dat doen ze goed. Maar wij moeten het gewoon uit een andere pot zien te krijgen. Maar ik vind gewoon dat als je als Nederlandse zender, als christelijke zender, moeten wij ook gewoon nieuws brengen vanuit ons perspectief. Zodat er ook zeg maar verschil is, diversiteit is tussen de Nederlandse zenders. En daar groeien we gewoon rustig naartoe. Ja, daar hebben we geld voor nodig. We gaan even kijken naar een spotje. Ieder jaar in december vraagt Family 7 u ons te helpen om een extra investering te doen. Afgelopen jaar was dat voor een uitzendserver en als het goed is, heeft u de kwaliteitsverbetering op tv kunnen zien. Dit jaar is het nodig om te investeren in onze digitale omgeving. De iPad, de iPhone, internet, maar ook uitzending gemist. Techniek verandert zo snel dat die investering gewoon nodig is. En dat is een bedrag van circa 75.000 euro. Wil u vragen ons daarbij te helpen? U kunt dat doen door uw bijdrage te storten op de rekening van onze stichting ETV of gebruik te maken van onze Accept Giro. Natuurlijk kunt u ook Ideal gebruiken. Rest mij u te danken voor uw jarenlange steun en ook voor uw bijdrage die u gaat geven, maar ook voor uw gebed. En wij wensen u als Family 7 Team een geweldig 2015 toe en dat de vrede van God dicht bij u zal zijn. 75.000 euro, dat is best veel. Ja. Het is nodig. Mm-hmm. Waar is het precies voor nodig? Nou, wat we zien is dat de mediawereld verandert heel snel. We hebben het nu te maken met mobiele applicaties zoals smartphone, de iPads, maar ook op de smart TV's enzovoort. En dus er verandert heel veel. Onze uitzending gemist is eigenlijk heel hard toe aan een compleet nieuwe update, zodat we veel sneller programma's kunnen aanbieden. Is maar eigenlijk een doorn in het oog hoe lang dat soms duurt voordat een programma als dit beschikbaar is op tv. Dat moet eigenlijk gewoon automatisch gaan. Maar ja, dat moet je wel bouwen. En bouwen kost gewoon geld. En daar hebben we de middelen dan En daar hebben we gewoon die middelen voor nodig. En financieel draaien we gezond. En daar ben ik heel blij mee. We kunnen natuurlijk heel veel meer gebruiken om veel meer programma's te kunnen maken. Daar zit het meeste geld in. Mm-hmm. Maar in wezen proberen wij te roeien met de middelen die we hebben en draaien we dus gezond. Maar voor dit soort extra dingen hebben we gewoon extra investeringen nodig. Dus 1 keer per jaar in december doen we dan een beroep op onze achterban en op de mensen die kijken. Van help ons om dit mogelijk te maken, dan kunnen we weer een stukje verder groeien. Hoe kunnen mensen helpen? Waar? Mensen kunnen gewoon hun bijdrage storten op de rekening van Stichting ETV. Of het Accept Giro gebruiken die bij ons magazine zit. Heel veel mensen hebben ons magazine. Dus daar zit deze maand de Accept Giro bij voor Family 7. Nou, die kunnen mensen gebruiken. Via de website kun je... Alle informatie is te vinden op de website. Ja, je kan ook via Ideal, geloof ik, zit een knop op de website waar je mee kan overmaken. Ik snap allemaal niet hoe dat werkt tegenwoordig, maar het is allemaal mogelijk. Dus. Wat is de volgende actie die Family 7 gaat doen in het nieuwe jaar voor andere doelen? Nou, we hebben in februari dus MetAir.
Zuid-Soedan, waar ik over vertelde. Het vluchtelingenkamp, de kinderen daar. In april gaan we Trans World Radio Zuid-Afrika doen. Dat is ook een hele mooie actie waar we in KwaZulu-Natal zijn geweest om met mensen daar te praten en kijken wat het werk van Trans World Radio daar is. Veel meer dan radio alleen hebben wij ontdekt. In januari ga ik met mijn cameraman naar India toe. Gaan we een vervolg maken op een actie die we een tijd geleden hebben gedaan in India. De Hopebox was dat toen. Nou, we gaan kijken of onze waterpomp die we daar toen hebben neergezet, of dat nog steeds werkt in dat dorpje. Die komt denk ik in mei of juni, ik denk in juni op tv. Dus in februari Soedan, in april Trans World Radio en in juni dan India. Mooi. Ja. Heel erg mooi. Wat zou je nog graag tegen de kijkers thuis willen zeggen? Waarom moeten ze kijken naar Family 7? Nou, waarom mensen naar Family 7 moeten kijken, die vraag kreeg ik onlangs ook. Ik denk, omdat wij proberen programma's te maken die mensen opbeuren, waar mensen bemoedigd door worden, waar mensen van kunnen leren. Hè. Er zijn genoeg programma's waar je leermomenten in zitten. Maar ook gewoon simpel genieten van, hè, van programma's. Waar je niet druk hoeft te maken om van wat komt er nu weer langs voor, laag bij de vloer. Mensen moeten gewoon kijken en zeker op 31 december, want dan hebben we onze oudejaarsconferentie. En dat is een kindje wat vorig jaar geboren is en dat willen we graag ook laten groeien. Ja, en het leuke is, we mogen 2 kaarten weggeven. Oh, kijk. Ja, dus zit u thuis en denkt u bij uzelf van daar zou ik heel graag naartoe willen. Volgende week vrijdagavond 19 december, de opname is in de Spiegel in Zwolle. Dus wil je gebruik maken, wil je kans maken op 2 kaarten, stuur een mailtje naar cafetinto@family7.nl of bel naar 055 579 0710. Hoe was het vorig jaar? Ja, ik hoorde al dat het een feestje was. Ja, kijk, de zaal was helemaal vol. Dus dat is al lekker voor Rob. Hè? Rob Gavier, die de conference doet. Is dat heerlijk, omdat je dan gewoon ook gewoon veel respons krijgt. Het was voor ons een avontuur. Maar ik vond eigenlijk dat het heel erg nodig was dat er een oudejaarsconferentie kwam waar mensen met fatsoen naar kunnen kijken. Weet je wel, er zijn tegenwoordig niet met kromme tenen. Met kromme tenen, laag bij de vloers, mensen op de hak nemen. Op een manier waarvan ik denk van jongens, waar gaan we naartoe in Nederland? Hè? Het loopt allemaal wel zo de afgrond in. Ja. En ik vond dat wij gewoon een leuke, mooie, fatsoenlijke oudejaarsconferentie moeten hebben. We hebben dat aan Rob toevertrouwd. En wat mij betreft wordt Rob de Wim Kan van Nederland. Ja. Dus voor de komende jaren moet hij gewoon dat blijven doen. Geweldig. Vind ik. De kaartverkoop gaat goed, maar er zijn nog steeds kaarten. Er zijn nog steeds kaarten, maar ik heb ook begrepen dat de laatste 10 dagen er altijd nog een stormloopje is. Dus ik ga ervan uit en we bidden gewoon dat die zaal helemaal volkomt. Gaat helemaal goed komen. Ja. Dankjewel, Dolf. Heb je nog nagedacht over een gebedspunt? Ja, die hangt daarmee samen. Ik zou willen bidden dat Rob alle rust en vrede heeft om die oudejaarsconferentie de voorbereiding af te maken. Wie weet komt er deze week nog een spannend moment wat hij mee moet nemen. Maar dat hij dus in alle rust straks op dat podium staat en dat wij met z'n allen kunnen genieten van een geweldige show. Want het is ook entertainment, maar het is ook daarin weer dat het een stukje opbouwen is. En dat je bemoedigd wordt en denkt van jongens, dit is toch geweldig dat we dit met z'n allen kunnen doen. Gaan we voor bidden. Amen. En zo tegen 11 dan zetten we de gebedspunten nog even op een rij. Gaan we nu kijken naar een leuke video.
Nou, dat is nog eens een bijzondere manier om ten huwelijk gevraagd te worden, hè? Ja. Tamara, hoe ben jij ten huwelijk gevraagd? In Kaapstad. Ik was daar toen voor 2 weken om Diego op te zoeken. Want na Pretoria, na de 6 maanden training, toen ben ik naar huis gegaan. En hij is toen naar Kaapstad toegegaan om daar verder in het missieveld te zijn. En toen is hij mij in Nederland op komen zoeken voor 3 weken. Toen hebben we ook echt officieel de relatie zijn we toen begonnen. In april ben ik 2 weken naar hem toegegaan. En toen heeft hij mij op de Signal Hill, dat is dan een berg daar. Ten huwelijk gevraagd. Wat ontzettend leuk. Ja. Straks meer. Ja. We gaan er even uit voor de reclame.